de traditionele pizza zoals we hem kennen, is niet zo heel erg gezond. Het is meer een enorme deegbodem van tarwe en dat valt bij sommige mensen niet heel erg lekker. Ik ga een gezonde variant maken, namelijk op basis van bloemkool. Die bloemkoolbol, die heb ik dus in kleine roosjes gesneden, die gaan we even vermalen in de keukenmachine. Tot een beetje de textuur van rijstkorrels, want dan kun je er lekker mee werken voor de bodem. Even een lawaai maken. Ja, en het laatste roosje is vermalen. Nou, nu zie je dat de bloemkool eigenlijk een hele andere, bijna te groot voor deze, een hele andere textuur heeft gekregen. Het zijn een soort rijstkorrels geworden van bloemkool. Wat gaat er nog meer in? 3 eitjes om het geheel ook wat extra te binden. Nou, en dan voeg je daarna de bloemkoolkorrels voeg je aan die eitjes toe. Dan voegen we daar nog 80 gram quinoa meel aan toe. Zo, dan pakt het gewoon nog iets beter. En daar gaat 100 gram vers geraspte kaas in mee. Ik vind dat lekker om een beetje een kaas met een smaak, een beetje pittige smaak erbij te doen. Wat peper. En zout. Zo, en dan doe ik wat lekkere kruiden erdoorheen. Je kunt verse kruiden doen. Je kunt ook net zo makkelijk, ik doe wat Italiaanse kruiden door. Het is tenslotte een pizza. We blijven in Italië. Extra tijm, want ik ga er zo meteen wat tomaten op leggen. Ik vind tijm altijd wel lekker bij tomaten. Beetje koriander, wat extra. Hier kun je eigenlijk qua kruiden kun je erin doen wat je zelf lekker vindt. Is jouw deeg nou wat te los? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je de bloemkool heel goed gewassen hebt en het is eigenlijk veel te nat. En je ziet het alweer helemaal fout gaan. Gewoon een lepel kokosmeel erbij. Dit is de basis waarmee je werkt en die ga je zo lekker uitdrukken tot een wat dunnere pizzabodem. Even een kwartiertje in de oven. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden. Dit is dus een half gare bodem, want nu ga je je toppings erop doen. Ik begin altijd met een beetje kaas, dat is lekker. Kan ook wat tomatensaus, het is eigenlijk maar net wat je lekker vindt. Ik ben heel benieuwd, wat zouden jullie op je pizza doen? Wat is jullie favoriete pizzatopping? Ik ga werken met courgettes en tomaat en kaas. Maar wie weet heb je wel hele leuke ideeën. Laat het hieronder achter in de comments. Want ik maak deze pizza heel vaak. En ik kan wel wat nieuwe inspiratie gebruiken. Na ongeveer een kwartier, 20 minuten denk ik. Een beetje afhankelijk van wat je erop hebt gelegd. Is je pizza klaar? En haal je hem uit de oven voor het laatste gedeelte. Oh, dat ziet er lekker uit. Zo. Nou, dan ga je hem nog even leuk aankleden. Want het is een beetje kaal. Doe je er wat... lekker wat groen bij. Dat kan verse basilicum zijn, kunnen een paar rucola blaadjes zijn, eigenlijk maar net wat je in huis hebt. Beetje extra olijfolie is altijd lekker. Zo. Vooral in gezinnen met kinderen is het een aanrader, want je hebt dan hele bloemkool op voordat je überhaupt begonnen bent aan de groente erop te leggen. Ideaal, en iemand die het in de gaten heeft. Eet smakelijk.